Vorig jaar heb ik ook bevrijding gevierd met elkaar. Maar ging het meer over, ja, over het verleden. Ik weet niet wat oorlog is. Het is 4 mei en dat wil zeggen dat op veel plekken in Nederland, onder meer de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, worden herdacht. En met Oekraïne in het achterhoofd heeft deze avond voor veel mensen ongetwijfeld een diepere betekenis. Zo ook hier in Opheusden, waar een grote groep vluchtelingen vanavond aanwezig is bij de nationale herdenking. Er zijn hier 180 vluchtelingen hier in Valburg en in de omtrek van Valburg. De meeste van deze vluchtelingen zitten in de gezinnen. Een deel van de vluchtelingen zit in een huis naast het huis van gastgezinnen. Dat is ook een beetje onze opzet geweest. Om ook deze vluchtelingen iets meer mee te geven dan huisje, boompje, beestje. En dan eten en drinken. Dus dat ze meemaken aan tafel, dat er uit de Bijbel gelezen wordt en dat er gezongen wordt. En dat er gebeden wordt met elkaar. Dus dat is een beetje het vertrekpunt geweest van ons als hervormde gemeente van Valburg. En 9 mei is voor de Oekraïners een heel belangrijke dag. Dat is een dag van de onafhankelijkheid. Maar doordat Zelensky deze dag heeft afgeblazen en gezegd deze dag die gaan we niet vieren, want het is oorlog. Hebben wij ook gezocht hoe kunnen we toch die Oekraïners een beetje wat in hun handen geven. Iets concreets, iets fysieks. En nou, toen hebben we de keus gemaakt om hier in Opheusden met elkaar de dodenherdenking te gedenken. Jullie kennen de 4 mei herdenking niet, maar hoe heb je de avond ervaren voor wat je ervan hebt meegekregen? Ja, ik begrijp dat we in Oekraïne het ook zo празднуют, maar alleen 9 mei. In Oekraïne, 8 en 9 mei, dezelfde ceremonie voor mensen welke overleden in de Tweede Wereldoorlog en voor soldaten. En daar ook bijna dezelfde ceremonie, ook met vlaggen, Oekraïnse vlaggen, met bloemen. We hebben nu 8 diensten ook gehouden in Valburg, Oekraïense diensten. Dus we hebben gewoon 's morgens en 's avonds diensten en 's middags heb ik een extra dienst met een tolk. En geef ik natuurlijk ook de Oekraïners iets mee, dat begrijp je. Het zijn mensen die zijn getraumatiseerd en hebben verdriet. En hun man zit of hun vader zit aan het slagveld. En probeer je natuurlijk mee te geven dat God spreekt. God spreekt ook door deze oorlog. En dat ze nu een plekje mogen hebben waar ze veilig zijn, maar goed vluchteling zijn. En daarom zijn we ook eigenlijk vanavond hier. Margreet, jij zong hier vanavond het Oekraïense volkslied. Kun je eens uitleggen, hoe kwam dat zo tot stand? Waarom vroegen ze jou? Nou, ik zing ook elke zondag in een Oekraïense dienst. Ja, vind ik heel mooi om te doen. Want de eerste keer dat ik het volkslied daar zong, zag je ook dat mensen begonnen te huilen. En het betekent echt veel voor ze. Ja. En het mooie is ook dat ik ze ook ken, omdat ze ook bij ons in huis zitten. Waar gaan uw eigen gedachten vanavond naar uit om 8 uur? Ja. Ik sta natuurlijk nu veel dichter bij de werkelijkheid als vorig jaar. Vorig jaar heb ik ook bevrijding gevierd met elkaar. Maar ging het meer over, ja, over het verleden. Ik weet niet wat oorlog is, maar nu weet ik wat oorlog is. Al ben ik er zelf nog niet geweest. Maar ik spreek met deze mensen heel vaak. En ik hoor hun trauma's en ik hoor hun verdriet en hun ellende. En de spanning, de stress. Dus ik leef heel dicht bij de werkelijkheid dat het een groot wonder is dat wij hier nog vrijheid hebben. Want het is maar een paar kilometer hier vandaan, hè? Oekraïne. Wat mij het meeste wel bezighoudt van alles is, ze noemen zich allemaal christen. Maar christen zijn houdt voor hun in 2 keer per jaar naar de kerk. En verder dan stopt het. Ze bidden bijna niet. Ze lezen uit de Bijbel niet. Ze hebben heel vaak zelf geen Bijbel. En dit houdt mij heel erg bezig, dat deze mensen straks, als de dag nog komt, dat ze terug mogen. Dan moet ik heel vaak denken aan de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Die ging terug naar de stad en ze zegt, ik heb die ontmoet, die heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb. Dat houdt mij bezig. Dat houdt mij bezig dat die boodschap in de harten gekerfd staat van de vluchtelingen.
We zijn benieuwd hoe jullie als kijkers de nationale 4 mei herdenking hebben beleefd dit jaar. Laat het weten in de reacties en abonneer je op ons kanaal.